Hoi, Ruud hier en welkom op mijn Hangout. We gaan vandaag twee dingen doen. Theorie en praktijk. Dat is leuk, toch? Ik wou het vandaag hebben over DTMF, Dual Tone Multi-Frequency. Dat is uitgevonden in 1963 door Bell Labs. En dat was eigenlijk gedaan omdat het pulskiezen een beetje traag werd. Kijk, als je in 1 belt, dan gaat het nog wel. Maar zodra je een 7, 8 of een 9 wil bellen, ja, dan duurt dat te lang voordat die hele schaal weer teruggedraaid is. DTMF is een inbandsysteem. Dat wil zeggen dat het frequentie wat het gebruikt binnen ons menselijk gehoor ligt. En dus ook binnen het gehoor van de telefoon ligt. Een DTMF moet je zien als een matrix. Stel je wil bijvoorbeeld nummer 2 bellen. Dan kan je hier in dit schema zien. Dan activeer je dus eigenlijk met één druk op de 2 de 697 Hz en de 1336 Hz. Hier in Audacity kan je het mooi zien. Ik heb allebei de toontjes klaarstaan. De 697 Hz en de 1336 Hz. Ik zal eens even de 697 eerst laten horen. En de 1336 Hz. Nog een keer. En dan nu als DTMF-toon, dus allebei door elkaar. Ja, de reden dat DTMF uit twee toontjes door elkaar heen bestaat, ja, dat is eigenlijk een fail-safe systeem. Stel je bent een nummer aan het draaien en om jou heen gebeuren allemaal dingen. De radio staat aan, of de kat die rent achter de hond aan. Die kunnen met hun geluiden dat bellen verstoren, dat je dus de verkeerde abonnee in de lijn krijgt. En daarom zijn er twee geluidjes door elkaar heen. Het is eigenlijk zo simpel. Tot zover de theorie. Wat gaan we vandaag doen? Deze draaiert ombouwen naar toon. Ja, dat is mogelijk. En dat doe je met dit printje. Deze komt van AliExpress. Volgens mij zijn ze niet meer zo goed leverbaar. Maar er zijn meerdere printjes die dat kunnen. We gaan deze inbouwen. En daarvoor moet hij weer even open. Nou, is die kap er maar eens afhalen. Nou, met deze ombouwkit is het heel makkelijk. Je haalt alle drie de draadjes van de kieschijf los van de T65 print. Nou, ze zijn los. Alle drie. Rood, blauw en geel. En dan is het een kwestie van aansluiten maar op het printje. We beginnen met de rode. De blauwe. En de gele. Zo, alles goed vast. Nou, de kieschijf die zit nu aangesloten. Hou ik er nog twee connectors over. Eentje die gaat naar de blauwe op de print. En de andere die gaat naar de rode op de print. En die aansluiting doe ik met twee korte gele draadjes. En hier sluiten we hem aan op de print van de T65. En klaar. Kappen weer op. Is allemaal weer netjes. Diafox erbij. Hoe werkt het printje? Iedere keer als je de horen opneemt, dan hoor je een piepje. Zo van, I'm alive. Ik werk. Ik zal het je even laten horen. En dan kan je toestel 5 gaan bellen. Supersnel, hè? Ik laat het je even horen. Neem op. Bellen naar nummer 5. Cool, hè? Nog een keer. Ik zal je even wat toontjes laten horen. En zo heb je van je oude T65 een telefoon gemaakt die met de rotary dial, de kieschijf, gewoon de DTMF kan bellen. En het leuke is, dan kan je hem dus ook weer op je kabelmodem aansluiten van je provider. Lekker ouderwets bellen, toch op een nieuwe manier, over je VoIP-lijn.
Helemaal te gek. Ik bedank je voor het kijken. En wat mij betreft, tot de volgende hangout. Bye bye.